Ik zie met oude ogen die veel langer duren, met blikken die veel dieper uit hun verten turen. Ik zoek mijn plaats, mijn denken is van buitengaats, mijn mond verklapt geheimen, mijn lippen maken praats. Zo vaar ik binnen uit het ruime, eeuwenoude sop en klop en vraag en voel mij vreemd, zo zonder maats. Een wachter die zijn post inneemt, zijn plaats. Een huurling ben ik, een heraut, om hier een werk te doen ontstijgen, om hier een lied van bont en bout aaneen te rijgen, goed en fout gerijmd te krijgen, te spinnen tot een heilig web van dood en leven. Een zin die ik te overwinnen heb en weg te geven. Een spel vlecht ik, van rach en haar fijn touw, met harlekijnen lach. Maar toch, dit web vangt woorden weg, voor jou. Woorden die je anders, misschien wie weet wanneer en waar, nog missen zou. Hallo Mirjam, wat is hier de bedoeling van? Als mensen willen, kunnen ze hier op een lint die ze uit de mand kunnen pakken, naam schrijven of een stuk tekst schrijven, net ja, waar de behoefte toe is, en hier aanknopen. En als op een gegeven moment, aan het eind van de avond, de hele lint volgespannen is, wordt het gewoon één mooie muur van namen en herinneringen. Dankjewel voor deze uitleg, heel mooi gedaan. Dag. Ik sta hier bij een kraam met allemaal spulletjes. Wat is hier de bedoeling van? Mensen mogen hier een voorwerp uitzoeken wat hen aan iemand doet denken. Dat heb je soms met een voorwerp dat je dat dan ziet en dat je denkt van oh ja, die had oma ook altijd. Of, nou, dan mogen ze daar even een kaartje bij schrijven en dat
daar een plek geven op de golf van herinnering. Ter nagedachtenis. Dank u wel. Bij de ingang krijgen de bezoekers hier een tasje met een lichtje erin. Waarom is dat? Nou, we willen ook het licht meegeven om onderweg met de wandeling het licht dus mee te nemen. En vandaar dat we ook de brandende kaarsen hebben die de mensen ook mee mogen nemen. En die brandende kaarsen kunnen ze dan bij een graf van het dierbare zetten? Ja, als ze een graf op deze begraafplaats hebben, dan mag dat bij het graf. En anders mag het op een willekeurige plek neergezet worden. Want ook mensen die hier geen dierbaren hebben begraven, kunnen hier troost vinden. Ja, zeker. Het is eigenlijk voor iedereen. Voor de Apeldoorners, voor buiten Apeldoorn. Iedereen is welkom. U hoort natuurlijk ook veel verhalen van de bezoekers hier, of niet? Ja. Zijn ze onder de indruk? Vinden ze het fijn? Zeker, ja. Iedereen is erg onder de indruk. En zeggen ook vaak van wat een goed initiatief en is het volgend jaar weer. Dus dat geeft wel weer moed om door te gaan, zeker. Is het volgend jaar weer? Wat mij betreft wel, ja zeker. Dankjewel, succes nog verder. Dankjewel.